Ja, ik was erbij. Ik was erbij in 1972. Ja, en jullie waarschijnlijk niet. Maar ik stond daar in de meer. Ik weet het nog heel, heel goed. Het was Ajax tegen Vitesse. En het werd 12-1. 12-1 voor Ajax. En ik dacht bij mezelf, nou hebben die Ajaxiden toch wel genoeg, hè? Nou vinden ze het toch wel mooi geweest. Nou stoppen ze er wel mee. Nee, Johan Cruijff speelde toen. En Johan Cruijff die had er gewoon plezier in om dat Vitesse op te rollen. En dat gebeurde ook. En Vitesse was volkomen machteloos. En het werd 12-1. En ik heb dat gezien. En nu hebben we het weer gezien. Ja, historisch zelfs. 13-0. En dan vraag je je af, hoe is het mogelijk? Het lijkt wel zo'n pupillenuitslag, weet je wel. Van die kleine gastjes die dan te sterk zijn. En die walsen eroverheen. Dat is wat er nou gebeurd is daar in Venlo. Want dat Ajax wint van VVV, dat begrijpen jullie en ik wel. Ja, dat snappen we. Ajax wint van VVV. En dat moet dan normaal zijn. 1-3. 1-4. Tot daar en klaar. Handen schudden in de bus en naar huis. Nee, het is 13-0. En het is verschrikkelijk voor mensen die houden van FC VVV. Mensen uit Venlo, die slapen hier dus vannacht niet van. Nee, die komen hier dus de komende tijd niet overheen. Hun club is vernederd. Zij staan voor heel Europa, staan ze voor joker. Met 13-0 aan hun fiets. Het is toch vreselijk. En ik heb daar gewoon heel erg mee te doen met de mensen in Venlo. Ja, en ook met de spelers. Want ja, die dachten ook van, nou ja, oké, dan verliezen we met 3-1 of 3-0 en klaar. Nee, 13-0, daar kom je dus de komende weken, kom je daar gewoon niet overheen. Hoe moet je dat verwerken? En die arme trainer, die Hans de Koning, die ken ik toevallig goed. Dat is gewoon een hele aardige man en een goede trainer. En die krijgt ook ineens 13-0 op zijn bord. En die moet daar die gasten weer gaan motiveren de komende week. Wat denk je van het zelfvertrouwen van die spelers van VVV? Dat krijgt een knak. Dat wil je niet weten. Daar zit het hem. En als supporter, nou ja, je huilt je kussen helemaal zeik, zeik nat.